De buurvrouw hoort om een uur of twee hulpgeroep uit het huis van het slachtoffer komen en slaat alarm. Agenten gaan naar binnen en vinden de man hevig bloedend en met veel pijn. Hij is wakker getrokken. Hij is eigenlijk doof, dus als hij slaapt hoort hij niks. En uiteindelijk hebben ze volgens mij meer dan een half uur gevochten. Vreselijk, ja. Moet je niet aan denken, hè. Het is een hele lieve man, Jeroen. Ik ken hem als een fijne bioman. Het slachtoffer is kickbokser en moet letterlijk voor zijn leven vechten. Met pepperspray lukt het de gemaskerde overvallers uiteindelijk toch de man te overmeesteren. Nou ja, afschuwelijk. Helemaal ontdaan. Compleet bont en blauw. Wij troffen hem hevig bloedend en ernstig geschrokken in paniek aan in de woning. Meneer is afgevoerd naar het ziekenhuis om behandeld te worden en wij zijn onderzoek gestart. Omdat het slachtoffer als goudsmid ook aan huis werkt, zouden de overvallers op zoek zijn naar goudstaven, die hij uiteraard niet op voorraad heeft. Ik heb daar wel eens nachtmerries over gehad en zelf ook een tijdje met een pijp langs mijn bed, omdat ik dacht, oh ja, goudsmid, dat klinkt heel leuk voor iedereen, maar dat, ja, zoveel valt er niet te halen. Op zich zijn dit vrij gewone normale huizen, geen dure vrijstaande huizen. Dus wij vermoeden dat de overvallers dat het daarmee te maken heeft, omdat hij goudsmid was. Vanwege zijn verwondingen heeft de politie nog niet uitgebreid met het slachtoffer gesproken en van de daders geen spoor. Nou, een zeer sumier signalement op dit moment. Dus we weten alleen dat het om twee gemaskerde in het donker geklede mannen gaat die gewapend zijn geweest. Ja.